altijd al eens willen drummen, mozaïeken of kunst maken, maar geen zin in rommel of gedoe, dan is een workshop misschien wel een goed idee. Bij ons in gaat deze week langs bij verschillende workshops in Utrecht en vandaag kinderkamerkunst. Sinds 2008 geeft Lucie Beck diverse creatieve workshops. Vandaag geeft ze de workshop kinderkamerkunst maken. Lucie verkocht vroeger haar eigen kinderkamerkunst. Ik ben ooit gewoon begonnen met schilderen. Ik kan niet zo heel goed realistisch schilderen, maar wel meer dat naïeve, dat kleurrijke. Dus dat slaat goed aan bij de kinderkamer en zo is het eigenlijk begonnen. Lucie volgde zelf een aantal workshops en vond dit zo leuk dat ze besloot zelf les te geven. Kinderkamerkunst is een van haar lessen. Dat zijn schilderijen die je hangt in de kinderkamer. Vaak met vrolijke kleurtjes. En dan heb je gelijk iets leuks aan de muur. Het geven van workshops was zo succesvol dat Lucie zich hier volledig op richtte. Maar helemaal stoppen met het maken van kunst kan ze niet. Ik maak wel altijd de voorbeelden voor de workshops. Probeer ik zelf uit. En dan kijk ik welke problemen je er dan kan tegenkomen. Dus ik ben wel altijd nog bezig op mijn werkkamer om nieuwe dingetjes uit te vinden. De workshop begint met een uitleg en iedereen krijgt een schort om. De schorten zijn nodig, want acrylverf gaat heel moeilijk uit je kleren. De workshop is georganiseerd voor iemand die heel toevallig ook Lucie heet. Ze stapt binnenkort in het huwelijksbootje en is in verwachting van een zoon. De kinderkamer heeft wat weinig aandacht doordat we nu zo druk zijn met de trouwerij. Dus ik vind het heel leuk bedacht. Zus Evelien heeft deze gezellige middag geregeld als onderdeel van Lucie's vrijgezellenfeest. Met een dikke buik gaan we niet zo snel paardrijden, want dat zouden we misschien anders bijvoorbeeld wel gedaan hebben. Maar lekker dit doen. Hoe groot is het? Bij elke tafel maken we zeg maar 6 losse stukken die samen wat vormen. We hebben aan deze tafel bedacht om allemaal een dier te schilderen. Iedereen is druk bezig met schilderen en plakken. Het is nog niet af. De laatste likjes verf worden aangebracht en er is een middag lang gewerkt. En het resultaat mag er zijn. Tada!